Op de dag dat ze 18 jaar zou zijn geworden, heeft Avira Hof een monument gekregen op Texel. Het meisje werd vorig jaar op het Waddeneiland doodgereden door een dronken Duitse automobilist. Op 13 juli vorig jaar fietste Avira Hof met de vriendin van het strand terug naar de camping. Ze zou er nooit aankomen. Een dronken Duitser vloog met zijn auto uit de bocht en schepte Avira, die niet veel later overleed. We hebben gisteren dus ook dat van Apeldoorn gezien. We hebben ongeveer gezien hoe het gegaan is met Avira. Ja, en dat doet heel erg zeer. En ja, ik sta nu weer met mijn tranen in mijn ogen en ja, ik heb er geen woorden voor. Vandaag wordt op de plek van het ongeluk een monument geplaatst. Een paal met erop een foto van Avira, aangeboden door familie van de vriend van het meisje. Precies ook op de dag dat Avira 18 jaar zou zijn geworden. En wij staan al verjaardag hier te vieren, zonder dat je erbij bent. Het is een beetje dubbel. Je wil het wel vieren, maar dat kan niet. Ze had ook gezegd, ja, we geven groot feest, ik word 18, jij 20. En dan gaan we feest geven, maar ja, nu moet ik het alleen doen. Wat zou Avira hier nou van vinden? Ja, ik weet niet. Het was volgens mij niet zo'n aandachttrekker, dus ik weet niet. Maar ik denk dat als ze het ziet, dat ze het wel echt super vindt. Nou, meisje, die zou 18 geworden zijn. We kunnen niks anders. Dit is het enige wat we voor je kunnen doen. Bloemen waar je zoveel van hield. Hè? Kan je niet meer feliciteren. Nee. We hopen dat het nou eens een keer doordringt door je mensen. Wij houden allemaal van je meisje.